Uh, zoals vanochtend is aangekondigd, zal HUIS uh, per vandaag onderdeel zijn van, uh, van TMG. Uh, daar zijn we heel erg, uh, heel erg blij mee. Uh, we zijn met name blij omdat het een belangrijke stap is in de toekomst van, uh, van de organisatie. De organisatie die zes jaar geleden is opgericht door drie jongens met een goed idee. En dat bleek een heel erg goed idee te zijn, want in de afgelopen jaren is HUIS uitgegroeid tot het allergrootste internetplatform uh, van Nederland. En zien we met name dat er een hele duidelijke trend aanwezig is. Die uh, zorg dat sociale media steeds verder verankerd worden in de Nederlandse samenleving. En wij zijn in staat geweest om daar een hele belangrijke rol in, er, uh, in te spelen. Uh, met name door de keuze die we twee jaar geleden gemaakt hebben. Door heel erg te focussen op uh, de, het, het sociale karakter en het lokale karakter van HUIS. We hebben twee kenmerken gepakt destijds. Dus lokale relevantie en de persoonlijke benadering. We wilden iedere haven, ook al hebben we 9 miljoen uh, leden wilden we persoonlijk te woord staan en persoonlijker uh, antwoord geven op alle vragen die ze uh, mochten hebben. En met name wilden we heel erg lokaal uh, zijn. Die lokale relevantie heeft ervoor gezorgd dat we, uh, ondanks, uh, uh, ondanks het geweld op het internationale uh, uh, terrein op internet, dat we een hele uh, sterke, stabiele uh, nummer één positie in Nederland hebben uh, kunnen realiseren. En daar zijn we heel blij mee, maar we proberen elk, uh, elk jaar te kijken hoe we dat uh, nog sneller en beter uh, kunnen doen. En die krug lag met name in de lokale relevantie. Dus we zijn heel blij dat we vanaf vandaag onderdeel zijn van het grootste cross-mediale uitgeversconcern van Nederland, TMG. Uh, waardoor we dus nog beter en nog sneller uh, onze producten kunnen ontwikkelen uh, op het lokale terrein. Dus onze focus is uh, in Nederland, daar ligt onze kracht. Uh, daardoor zijn we ook blijven uh, succesvol en boeken we er, uh, maandelijks er, uh, nog steeds uh, uh, gebruikersrecords. En we denken dat we met de samenvoeging er, uh, met TMG dat we in staat zijn om uh, nieuwe innovatieve concepten neer te zetten uh, die Hive nog verder verankeren in de Nederlandse samenleving. Wij zien dit uh, in de Telegraph Media Groep, uh, die acquisitie van, uh, van Hive, zelfs een zeer grote stap in het verwezenlijken van onze internetambities. Ja, in het kader van alle uh, veranderingen in de medialandschap hebben we al de laatste tijd wat... Um, Beweging gedaan richting uh, multimedia met uh, acquisities op het gebied van radio, deelneming op tv. Maar we zien dit eigenlijk als die, uh, de eerste grote stap in Nederland op het gebied van uh, social media. Nou, waarom is dat voor ons belangrijk? Uh, omdat uh, het uh, vormt een steeds grotere deel van de media tijdverbruik. Dit jaar al zal die tijd op social media, uh, die uh, tijd uh, die uh, kranten worden gelezen, overstijgen. Uh, de verblijfstuur van mensen op social media groeit uh, door. Het uh, past ook, denk, uh, denken wij goed in onze uh, verzameling bedrijven als uh, Telegraph Media Group. Wij hebben een hele brede scala van internetbedrijven uh, al opgebouwd. Zeer succesvolle zoals uh, Habo.nl, telegraaf.nl. Uh, We hebben ook daarnaast de uh, Casing Games uh, in die in, in in internetgebied. Wij geloven ook uh, dat in deze verzameling, waar ook iedereen zijn eigen identiteit kan behouden, uh, kijk nu naar die commentaar van Geen Stijl, bijvoorbeeld al op deze uh, acquisitie. Uh, iedere uh, segment binnen TMG uh, bedient ook een uh, bepaalde uh, klantengroep qua uh, content, uh, uh, qua denkenwijze aan wij doen en ook qua uh, advertenties overigens. Dus aan uh, de commercieel, aan de content kant, is er heel veel ruimte voor vrijheid binnen de uh, Telegraph uh, Media Concern. Now, we geloven ook uh, heel sterk in uh, het team hier bij Hives. We hebben al maanden gesproken met markens en mensen. En we denken, uh, we denken sterk langs de lijn van local heroes. Uh, Nederland is een ander land dan, dan anderen wat dat betreft. En uh, we zijn uh, absoluut van overtuigd met de, de creativiteit en uh, de uh, passie van de mensen hier. Dat wij die opgebouwde positie goed kunnen verdedigen en zelfs uitbouwen. Hives uh, blijft Hives. Uh, hives uh, wordt een zelfstandig onderneming binnen de, de Telegraph Media Group. En wij zullen ook proberen dan wat uh, ja, lijnen uh, te tekenen tussen uh, de Telegraaf Mediegroep uh, en uh, Hives om uh, juist uh, de positie te versterken. Die uh, redactionele vrijheid van Hives uh, blijft leidend. En uh, die zijn uh, leidend in het bepalen van wat is nu goed voor de doelgroep. Uh, net zoals geen Style, die luistert ook niet naar ons uh, als wij zeggen, uh, u moet wat uh, gaan schrijven. Uh, Hives zal ook een, in, uh, zijn hele eigen identiteit kunnen, uh, kunnen behouden in dat spel. Maar ik denk ook bijvoorbeeld, ik kan me ook goed voorstellen dat, dat Sky Radio. Uh, 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 kan wat initiatieven nemen die interessant zijn voor. Uh, voor hivers op het gebied van uh, digitaal radio. En hetzelfde geldt voor Casing Games, met, uh, met, uh, met leuke games op, die, uh, op de platform. Nogmaals, niks geforceerd. Het is allemaal in het kader van het verbeteren van. Die, uh, de ervaring van de hivers. Want daar hebben wij ook uh, voordeel bij. De doelgroep van Huis is dusdanig breed. dat de gemiddelde leeftijd. van, uh, van de hiver. Uh, 31 is. Uh, uh, heel veel mensen denken dat het er, uh, alleen uh, jongeren zijn die bij huis zitten. Daar hebben we wel een ongekend hoog bereik. Als je naar de bereiksonderzoeken gaat kijken, zitten we daar ongeveer op 85% van de jongeren die we uh, bereiken. Maar als je door het hele spectrum gaat kijken van de bevolkingsgroepen in Nederland, zijn we op elke bevolkingsgroep die er is, het allergrootste uh, internetplatform in Nederland qua, uh, qua bereik. Uh, en dat koppelt zich ook heel erg uh, goed, denk ik, uh, 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 ja, met mogelijke combinaties binnen TMG. Waarbij TMG natuurlijk als grootste uitgever in Nederland ook uh, heel Nederland bedient. Een van die, uh, de hele sterke um, krachten en competenties van, uh, van deze onderneming is dat het uh, lichtvoetig is in, uh, in de lokale landschap. Uh, en het moet uh, heel snel kunnen bewegen om uh, in te spelen op wat nu uh, de huivers in Nederland willen. Uh, en daardoor ook uh, passen, zeker de vrijheid voor het management in termen van innovatie. Het moet natuurlijk niet te gek worden, Mark, maar zeker <laughs> <Ja. laughs> de zekere vrijheid heb je in ieder geval. Uh, ja. Eigenlijk verandert het voor ons niet er, uh, zoveel. Wij zijn, uh, we waren gisteren uh, heel erg gemotiveerd om dit bedrijf verder uit te bouwen. En we zijn vandaag alleen maar uh, meer gemotiveerd om dat te doen. Uh, dus de komende jaren zijn we gewoon lekker uh, met z'n allen hier op Headquarters uh, enthousiast het product verder aan het uitbouwen. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het gevoel wat ik nu heb is dat we uh, eigenlijk morgen net zo hard aan de slag gaan als gisteren. Uh, en dat we de positie die we hebben, dat we die verder willen verstevigen. Ja, on onze doelstellingen zijn eigenlijk een, uh, gewoon een, een redelijk uh, autonome groei uh, de komende tijd. Uh, en we gaan uh, vooral uh, uh, niet uh, gekke sprongen uh, willen maken, uh, die, uh, die schade zouden kunnen aanrichten aan het uh, ervaringsgevoel van de gebruikers. Dus dat geeft ook aan dat wij willen, uh, graag een, een rustiger tempo willen uh, aannemen. En uh, dat is volledig in lijn met, uh, met wat Markens en zijn team uh, ook willen.